mogen pas over een uur vertrekken, omdat het zo slecht weer is in Nederland. Hallo, good morning. Het is 5 uur, precies. Half uurtje geleden opgestaan en over een kwartiertje moet ik weg, even mijn papje eten. En het is trouwens vandaag woensdag. Oh jee, kan ik de gatslag niet doen? Echt niet, kan hem echt niet doen vandaag. Zit mijn lippenstift ook lelijk, zeg. Wacht, ik ben zo moe, echt zo moe. Dit wordt dus mijn laatste vlucht voor dat ik stop met vliegen vanwege de zwangerschap. Dus na deze vlucht zal ik sowieso niet meer vliegen. Waarschijnlijk. Totdat ik een babytje heb, gek idee hè. Maar met dat idee kom ik de dag wel door. Oh jongens, wat super erg dit. Het regent vet hard. Oh no! Ik kon natuurlijk mijn paraplu niet vinden. Nee, natuurlijk niet. Ik heb wel mijn jas aangedaan. Ik ga nu mijn capuchon eraan vastmaken. En dan moet ik echt naar buiten. Want anders dan ben ik niet op tijd. Maar dit is echt heel erg. Ik sta ook nog heel ver geparkeerd. Dus ik kom echt als een verzopen kat op mijn werk. Oh, ik heb er zo geen zin in. Ik was al zo moe. Oké. Klaar, half uur is nu echt voorbij. Let's go and do this. En het ziet er hier zo mooi uit. Ik zal het zo even laten zien. Nou, we zitten helemaal vol met passagiers. Klaar om te gaan. Maar helaas, we mogen pas over een uur vertrekken. Omdat het zo slecht weer is in Nederland. Halen. Vooral voor die mensen. Voor mij maakt het niet zoveel uit. Zo voorbij. Oh, dit is nog eens zielig aankomen in Nederland. Ja. Helemaal grauw en vol met plassen. En nat. De herfst is begonnen. Misschien. Het zit er weer op. Het is 3:30. Dus toch nog. En ik zit weer vast. Toch nog een lange dag geworden. Maar ja. Maakt echt niet uit voor zo'n laatste vlucht. Het was heel gezellig. Hier hangt mijn kaartje binnenkort tussen. Tot die tijd is het geen trans meer. Zo, dat was hem dan. Gaan we die banaan. There I go. Bye bye. Oké, ik ging weg met dikke regen en ik ga nu weer hier weg met regen. Gelukkig een stuk minder hard. Dus ik ben iets minder verzopen, maar wel een beetje. Maar dat maakt natuurlijk niet meer uit. Want nu ga ik naar huis. Ik ga naar de opvang Jultje ophalen. Die zal wel heel blij zijn, want eigenlijk zou ik dus vandaag om 2:30 afmelden. En het is inmiddels 4:30. Kan je nagaan hoe lang ik er dus over doe. Van in het toestel naar uiteindelijk afmelden en dan het parkeerterrein komen. Dat duurt altijd wel eventjes. Dus nu hopelijk snel nog een beetje voor de file door. En dan toch nog een beetje op tijd bij Jola. Maar ze gaat het niet leuk vinden, want ik had afgesproken dus vroeger haar op te halen. Maar sorry joh.
jullie ze zo wel zien hoe ze eronder is. Oh ja, en voor degene die speciaal alleen voor het vliegen kijken. Super leuk dat je weer gekeken hebt, dankjewel. Sorry dat ik niet al te veel heb kunnen vloggen vandaag. Ik weet dat jullie het echt super gaaf vinden wanneer ik veel vlog aan boord. Maar zeker met een korte, bewerkelijke vlucht. Het was hartstikke druk. Is dat echt niet mogelijk. En ik had ook nog twee collega's die liever niet in beeld wilden. Dat vraag ik altijd even van tevoren. Dus ja, sorry. Ik kon niks aan doen. Ik kan nou eenmaal niet continu met een camera op mijn hoofd lopen. Helaas, anders zou ik het doen. My goodness. Alleen maar heel even van de opvang naar de auto lopen. We zijn zeiknat. Hey, Jola is er weer. Even van de opvang naar de auto lopen. We zijn al zeiknat. Echt, hè? Nou ja, een versopen katje ben je. Hè? Versopen katje. Haha. Jola, vertel eens. Heb je het gewoon leuk gehad vandaag? Ja. Zo, en dan ga ik even snel kijken wat we voor eten gaan maken. Vegetarische burgers. En we hebben ook nog maiswortelburgers. En ga ik dat maken met deze lekkere aardappeltjes, aardappelschijfjes. En dan ga ik nog even iets van groente erbij zoeken. Even kijken. Ik heb zo'n trek. Oh ja. Aangezien het toch vandaag een vliegvlog is, waar ik weer super veel vragen over kreeg, namelijk... De tatoeage, die plak ik dus altijd af met gewoon pleisters. Dit zijn van die zachte pleisters, die vind ik zelf het prettigste. Maar er gaat dus gewoon een pleister overheen. En waarom? Nou, omdat je geen zichtbare tatoeage mag. En eerst toen ik deze tattoo zette, toen hadden we mouwtjes tot hier. Dus toen viel hij gewoon onder het mouwtje. Maar tegenwoordig hebben we deze en zie je hem dus. Dus helaas... moet ik hem altijd afplakken. Maar ik vind het niet zo heel erg. Ah! Hoewel ik natuurlijk niet zo heel veel vlieg. Dus als je elke dag vliegt is het wel irritanter. En volgens mij wanneer je überhaupt een tatoeage hebt... kan je dat beter helemaal niet zeggen. Want dan word je überhaupt niet aangenomen, denk ik. Dus! Dat ook weer duidelijk. Omdat ik had het al verteld in de Q&A trouwens over het vliegen. Dit is de Q&A. Als je nog meer vragen had die misschien al beantwoord zijn... kun je die daar vinden. Ik heb nog iets leuks. Ik ga jullie even meenemen naar de computer. Want ik weet dat heel veel mensen ook graag stewardess willen worden. En wat zag ik nou net? Nou, ik ga het heel even laten zien. Ik ben zo terug, joh. Ik heb het al gedeeld op mijn Facebook. Tara. Cabin attendant. Werken bij KLM. Cityhopper. Zoeken ze weer mensen. Functie in het kort. Cabin attendant. Provincie Noord-Holland. Schiphol. Fulltime 80 uur in 2 weken. Voor 5 jaar. Dus dat is een mooi contract. Hierbij wat je allemaal moet doen. Nou, wat ik je kan vertellen over... KLM Cityhopper is dat je wel echt uit je koffer leeft. Ga je echt van hotel naar hotel. En dan na 5 dagen kom je pas weer terug om je weekend thuis te hebben. Aanvangsalaris 2077. Vind ik best netjes. Dus dit ziet er... Oh ja, en nog iets wat ik had ontdekt, wat ik ook top vind. In je opleiding hoeft alleen maar minimaal een HAVO of een MBO, jawel jawel, niveau 3. Te zijn. Dit is wel een hele vooruitgang, want bij gewone KLM, dit is dus Cityhopper, dat betekent dus dat je vooral binnen Europa vliegt. Maar bij gewone KLM moet je echt niveau 4 hebben. En volgens mij kan je wel vanuit Cityhopper doorgroeien naar KLM. Dus mocht je toch geen niveau 4 hebben, maar 3, zoals ik bijvoorbeeld, dan kan je dus hierop solliciteren en 5 jaar lang rete veel je best doen. En dan toch nog doorstromen. Oh ja, en je moet ook je zwemdiploma hebben. Maar dat kan je altijd nog wel even halen tussendoor misschien. Lengtes, wordt ook altijd veel over gevraagd. 1,58. Tussen de 1,58 en 1,85. Volgens mij is dat ook al ruimer geworden dan dat het was. Tatoeages, piercings en tandversiering mogen niet zichtbaar zijn. Dus, dan vind ik... dat wanneer jij een tatoeage hebt en je zorgt dat die niet zichtbaar is, dat je aan de regels voldoet. Ja toch? Er staat niet dat je ze niet mag hebben. Er staat alleen niet zichtbaar. Dus plak er gewoon iets op. Of doe er van die supergoeie make-up op, dat je het echt niet ziet. Die bestaat, hè? Die bestaat, echt waar. Zal ik het laten zien?
Tadaa. Oké, daar komt hij. En hop. Dus zelfs als je er zo uitziet, kan je gewoon solliciteren met deze make-up. En deze video is niet gesponsord door L'Oréal, maar het spulletje is wel daarvan. Is dat niet even goed nieuws, jongens? Dus zelfs met MBO3 en tatoeages kun je gewoon kans maken om steward of stewardess te worden. Zelfs bij KLM. Hi, ik ga eventjes gedag zeggen, want ik heb het zo gehad voor deze dag. Het is nu 9 uur. Ik ga Yoda in bed gooien en mezelf naar bed gooien. Nee, afgelopen half uur en toen ik thuis kwam ook al een half uur heb ik echt, sorry voor de detail, maar alleen maar op de wc gezeten. Mijn maag is een beetje van streek. Ik weet niet wat het precies is. Anyway, ik ga slapen. Dank jullie wel voor het kijken voor vandaag. Tot. Nu gaan ze een beetje medelijdend doen, maar ik heb ze het afgelopen half uur niet gezien. Nee, omdat je op de wc zat. Ja, maar je hebt ook niet gevraagd hoe het ging. Anyway, good night en bedankt voor het kijken en tot morgen. Ik zal het morgen. Tot morgen. Ik zal het goed verzorgen. Ja. Maak jullie maar niet druk. Past. Komt goed. Past. Ja, en je weet dat ook niet. Ga je in de watten leggen. Duim omhoog. Alright. Yeah,